Het boekjaar 2019 van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo wordt afgesloten met een verlies van 32 miljoen SRD. Dit zei Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het AZP vanmorgen tijdens de jaarafsluiting van het ziekenhuis. Er geeft verder aan dat de leiding in 2019, ondanks de financiële uitdaging, erin is geslaagd enkele belangrijke resultaten te boeken. Ook heeft zij een aantal mijlpalen genoteerd. Marika Redan benadrukt dat het jaar 2020, dat ook een verkiezingsjaar is, met nieuwe uitdagingen zal beginnen. Herstructurering en verder professionalisering van dit ziekenhuis wordt voortgezet, waarbij het verzelfstandigingsproces en een nieuwe beloningsstructuur de boventoon zullen voeren. Samen met de vakbond zullen wij dit traject gestalte geven. De directie heeft de vakbond reeds medegedeeld dat het visobeloningssysteem niet werkbaar is voor ons ziekenhuis. In het jaar 2020 zullen wij verder met onze slogan Change is coming, de verander- en verbeterprocessen voortzetten en ook de kwaliteit van de medische dienstverlening verder verhogen. Op het gebied van HRM en educatie zullen wij diverse verpleegkundige en zorgopleidingen opstarten ten einde het tekort aan specialistische zorgmedewerkers op te vangen. 2020 staat ook in het teken van de vele bouwwerkzaamheden. De nieuwe projecten die van start zullen gaan, voorbereiding, bouw, kinderziekenhuis. PIA-lab van ons zal zowel bouwkundig als medisch een volledige transformatie ondergaan. Wat volgens Marika Redan ook op de planning staat voor 2020, is dat de afwatering van het ziekenhuis geheel wordt aangepakt door het ministerie van Openbare Werken en Kuldip Singh. Verder zullen de spoedeisende hulp en de overige polyklinieken een facelift krijgen. Voort zullen alle projecten die nu in de uitvoering zijn in 2020 worden opgeleverd, benadrukt de AZP-directeur. Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Zij sprak vanmorgen tijdens de jaarafsluiting van het ziekenhuis over het nieuwe beleid van AZP en alle projecten die in de uitvoering zijn en in 2020 opgeleverd moeten worden.